Ik vind Rembrandt zelf een hele sympathieke eikel. Het is een lastig iemand. Maar ja, het is makkelijk om van iemand te houden die alleen maar lief is en aardig is. En ik heb zeker een groot zwak voor hem. 14 uur per dag. En ook op zondag. Op vrijdag werk ik alleen iets van 6 of zo. Dan ga ik s'avonds wat doen. Het is nu nog, ik denk, een weekje. De hele inhoud heb ik af voor het weekend. En dan de omslag en weet ik veel, dat soort dingen nog. Maar de vorm was niet goed en nou ja, het is gewoon één grote ramp. En het werd gewoon elke keer een soep. Uiteindelijk kwam ik erop van, het moet gewoon in 2 lagen. Dus ik heb toen een hele simpele voorstelling ervan gemaakt. Gekopieerd, of tenminste geprint. En op de lichtbak gelegd. En aan de achterkant heb ik de schaduw getekend. En in Photoshop plak ik die er dan overheen. Als ik mezelf erin zou plaatsen in het boek, dan zit ik in alle figuren. Want zoals ik Rembrandt laat zien, gereflecteerd in degene die van hem houden, doe ik eigenlijk het omgekeerde. Ik vertel over al diegenen waar ik van hou. Op die manier is het een beetje een autobiografie over Rembrandt geworden. Het is zeker mijn insteek geweest, ook in het project, om op die manier naar mezelf te trekken en op die manier ook een soort realisme erin te krijgen. In ieder geval dat ik het zelf geloof.